Ik ben Jan Plugge. Ik maak deel uit van het leiderschapsteam van Christengemeente De Bron in Bodegraven. We doen dat in een nieuwe locatie. Onze gemeente is de laatste jaren gegroeid. We hebben lange tijd in de Speel- en Werkhoeve gezeten, samengekomen. Met veel plezier en ook heel gastvrij ontvangen steeds. Maar we waren toe aan een nieuwe locatie. Ja, 6 jaar geleden zijn we begonnen in de Speel- en Werkhoeve als een kleine gemeente. En we hadden niet de aspiratie om heel groot te worden, maar vooral voor onszelf om zuiver te zijn in de verkondiging van het evangelie. En ja, zo zijn we gegroeid in de loop van de tijd. Ook uit ons jasje gegroeid in de Speel- en Werkhoeve. Zeker ook in de coronatijd werd het heel lastig om alle mensen goed te kunnen ontvangen. We hebben uitgezien naar een nieuwe locatie en we zijn heel blij en ook heel dankbaar dat we het gebouw hier achter mij, het vroegere gebouw Irene, hebben kunnen verwerven om als gemeente samen te komen. En we hopen ook dat we hier langere tijd met ook net zoveel plezier als we dat in onze oude gemeente gedaan hebben, kunnen samenkomen. We hebben een enorm goede gemeenschap met elkaar en dat willen we ook uitdragen naar buiten. Het gebouw dat achter ons staat is een gebouw al van voor de Tweede Wereldoorlog. Het heeft wel een kleine verbouwing, uitbreiding ondergaan in 1987. Maar de laatste 9 weken heeft het vooral inwendig een enorme metamorfose ondergaan. En het is een prachtig gebouw geworden waar we ons nu al goed in thuis voelen. En we zijn er zeker van dat velen met ons dat ook zullen gaan ervaren. We willen ook alle mensen die zich daarvoor ingezet hebben hartelijk bedanken. Ook de bedrijven die dat gedaan hebben. Er zijn veel manuren ingestoken. En we moeten zeggen, ik kan alleen maar zeggen, dat er een enorme dankbaarheid is voor de wijze waarop dat is gebeurd. En we ervaren de laatste tijd zoveel eenzaamheid hier bij andere mensen om ons heen. De coronatijd is daar natuurlijk ook debet aan. En we zien tegelijkertijd dat de gemeenschapszin toch ook nog heel erg groot is. En daar zijn we erg dankbaar voor. We zijn een open gemeente en we nodigen vaak ook mensen uit om bij ons te komen. En ook ongenodigd is iedereen natuurlijk van harte welkom om op zondagochtend om 10 uur een dienst met ons mee te maken. Wij proberen niet zozeer de mensen naar de zin te maken, maar wat wij willen doen is, door de manier waarop wij met elkaar samenkomen en de manier waarop wij gemeente met elkaar zijn en ook gemeenschap met elkaar zijn, dat mensen het naar hun zin hebben bij ons, zich thuis voelen en daardoor gaan ervaren wie God wil zijn in hun leven.